Welkom bij deze tweede cursus, die feitelijk een vervolgcursus is op mijn eerste cursus, de klaptafels. Dit is de cursus klapstoelen. De meeste stoelen, zoals we ze wel kennen, zijn onbuigzaam, massief. Je kunt geen poten buigen. En het verschil met klapstoelen is dat het met klapstoelen wel kan. Dat zal ik laten zien. Dit is een klapstoel. Vandaag behandel ik het inklappen en morgen het uitklappen. Het gaat net als met tafels middels scharnieren die hierin zit en hier. Als ik deze twee stangen naar elkaar toe beweeg, dan zal deze scharnier meedraaien. Dat zal ik zo meteen demonstreren. Hoe doe je dat precies? Je kan hem optillen. Dan heb je een hand te weinig. Je kan het met één hand doen. Hij kan nu naar binnen geklapt worden. Maar het is handiger om het te doen als hij gewoon staat. Bijvoorbeeld. Zo kun je hem inklappen. Dan gaat hij tegen de grond. Je ziet dat hij hier tegen de grond komt. Dan kan hij nog steeds wel ingeklapt worden, maar je moet er wat extra moeite voor doen. Het kan simpeler. Je laat de voorstang op de grond staan en je tilt de achterstang op. Klein beetje is al voldoende. En nu kan hij eenvoudig worden ingeklapt zonder dat de achterstang de vloer raakt.